Oh, ja. Ja! Oh, hele grote! Oh, ja. Ik heb serieus waar met al verschillende aasjes al gevist vandaag. Maar dit is de enige die vis opleven. Het is bizar. Welkom bij een dag snoekvissen 31. We gaan vandaag lekker in polders en woonwijken vissen. Ik heb meegenomen Niels en Ray. En we gaan eens even lekker vissen vangen, jongens. Ouderwets, snoeken in de polders en de woonwijken. Yeah, zin in. Ja, vis, los. Jammer. Jammer. Ik wil een hele zachte aanbeet. Oh, zonde. Nou, dit was vis. Ik zag hem ook flitsen. Was niet te groot of zo, hoor. Ja, kijk. Hij heeft hem vol in de achterkant gepakt. Ja, ik los. Nou, ik zal nog even een kleine update geven. Over de challenges en de visdagen over het algemeen. Volgende maand begint de grote tijd voor snoek. En informeel gezien mag je dan nog steeds op snoek vissen, maar dat gaan wij niet doen. We gaan gewoon achter de baars aan, de laatste maand van het seizoen. Ik ben vorige week in Arnhem geweest met Paul van het kanaal Officials en met Niels samen. Hey Paul, hoe vatten we vandaag samen? Ja, taai. Het was een dramatische dag. We hebben wel een paar snoeken gezien. Eén volger gehad, we hebben een heleboel kunstwaas gevonden. Maar verder blijft het erg stil daar ook. Dus dan moeten we nog een keertje terugkomen. Morgen ga ik naar Den Bosch, ook met Paul van Officials. Volgende week staat er een video gepland samen met Fishing Zaanstad. En volgens mij ook volgende week, of over twee weken, dat moet ik eventjes nachecken, is er een hengelsportbeurs in Zaandam. Nou, daar ga ik zelf ook heen. Neem een paar vrienden mee naartoe. En ja, in principe kunnen jullie mij daar vinden. Dus als jullie gedag willen zeggen of een babbeltje willen maken, dan ben ik daar. Ik zal waarschijnlijk niet. Ja, oh, ik mis er een, Vlak voor mijn voeten. Damn. Het dook ernaast. Zestigertje. Ja, zestigertje. Waar is hij? Hier waar mijn aas nu ligt, dook hij ernaast. Ja. Vis. Hele mooie aanbeet. Schitterend. Hoppa. Het haak zit in zijn bek. Dus je kan hem scheppen. Rijk uit, matje neerleggen voor mij, maat. Zeker. Dan drill ik hem nog heel eventjes. Toch onder die takken vandaan, hè? Ik ga nog wel even zwemmen. Nou, komt hij maar. Mooi, dan gaan we hem even landen en onthaken. Foto met snoek nummer 5 voor de challenge. Gevangen op de Red Perch Baars. Ik had hem op een centimeter of 60. Hij bloedt zo te zien een beetje, dus we gaan hem snel terugzetten. En ja, eerste vis van de dag. Nou, op naar de volgende, jongens. Lekker man. Kijk, oh, jagende snoek. Ja? Ja. Mag ik ook even? Ja, een snoekie, Kelvin. Kom er zo aan, dan gaan we bouwen. Kijk, ik heb nog een korte tijd. Ja, vis. Ah! Oh. Ik sloeg. Oh nee, de camera stond uit. Oh jongens. Ja, vis. Ja. Nou, ik zet de camera aan en we hebben vis. Oh, nee, nog één. En nog één voor mijn voeten. Nee, hij schoot die kant op, maar... Gast. Oké, dus ik mis een snoek hier links. Ik gooi naar rechts.
Mijn camera stond uit, dus ik zet mijn camera aan. Ik pak snoek, dan duikt hij nog een snoek voor de voeten. Zeg maar. Ja. Wil je twee keer willen bedellen? Ja, doe maar. Dikkertje. Echt een dikkertje. Lekker man. Ik kan misschien hetzelfde kunnen zijn als die kapte. Hij is al los, ik heb geen weer aan. Jij hebt hem wat, hè? Nou, is niet nodig. Ik pak hem zo wel. Echt een dikke hè? Wat? Check dit aan. Ja, ja. Nee, is niet nodig. Ik heb hem. Ja, jongens. Wat een dikke hè? Wat een dikketje. Mooi snoekie. Zat hem op 65 centimeter. Weer op die red perch, hè? Het is echt. Bijzonder goed aasje, moet ik zeggen. Elke keer op die stilhangmomenten duiken ze erop. Maar goed, gaan we de rest even vangen. Lekker man. Hoppa. Nou jongens, wederom gevangen op de red perch. Ik ben echt tot nu toe super dik tevreden over dit aasje. Het is, ja, het is gewoon een baasimitatie, maar ook gewoon helemaal mooi 3D. Kleuren zijn goed. Actie is goed. Dat is een hele lichte wobbel in het water. Ja, weet je, enkele dreg, geen weerhaken, geen gewichtje eraan. Het werkt gewoon. We blijven gewoon lekker dolvissen hiermee tot we geen shep meer over hebben, denk ik. Nou, let's go. Mooi worp. Ja! Oh, hij wikkelt zichzelf een beetje in. Ja, hij heeft zichzelf een beetje ingewikkeld. Weer netjes gehaakt, volgens mij ook. Ik wil jouw perch ook. Ik wil hem ook. Overnieuw. We hebben een plekje. Nou jongens. Waar ze baars lusten. Die baars vinden ze erg lekker hier. Nou. En het is weer een dikkertje. Ja, echt top. We mogen wel lekker zwemmen. Dit is nummer 3 voor Kelvin. Oké. Okay. Ik wil hem ook. Maar goed, sommigen zullen dit plekje wel herkennen van een van onze nieuwe shorts op het kanaal. Niels die had hier namelijk super dikke aanbeten. En dan werd hij gejaagd en Niels zegt, weet je, hier moeten we naar terugkomen. Nou, we zijn er, je ziet het. Ik vang er al 3. Ik heb er al 3 gevangen. Eentje gemist. Niels heeft er eentje gelost. Ray, had jij er ook al een? Nee, die had nog niks. Maar die komt er nog wel aan. Daar heb ik vertrouwen. Oh, stofwolk voor de kant hier. Stofwolk? Ja. Ja, daar had ik mij niet gevangen. Nou jongens, de andere plekjes waren een beetje stil. Maar dan ook gewoon echt helemaal geen vis. Dus we zijn weer terug op de plek waar we net heel veel actie hadden. Vaak als je dit soort plekjes hebt, kun je meerdere keren in de dag terugkomen. Dan reset je de vis eigenlijk een beetje. En ik ben aan het vissen met een grote Savage Gear rat. Geen idee of dit vis gaat opleveren. Oh ja, wordt meteen gejaagd. Zo, onder die boom? Ja, weer onder die boom. Ik heb een ander aasje wat goed doet vandaag. Maar dan moet ik maar over. Oh, daar aan het einde wordt ook gejaagd. Aan het eind. Dat is ook weer eentje. Het ligt helemaal vol staal. Oh nee! Oh ja, het ligt zo ongelooflijk vol met vis hier. Oh man! Echt... Oh sorry. Helemaal niet. Goedemiddag. Moet je lekker in de tuin bezig? Ja, wij zijn in de fout bezig. Ja, zeker. Oh, dat is wacheren. Op snoek.
vissen op roofvis. Dat doen we met kunstaan. Dat lijkt op een stukje vis. Dat lijkt op een echt stukje. Kijk eens. Oh ja, ja. Nee, er zit in ieder geval heel veel aasvis. Oh ja! Ja. Oh, hele grote! Oh, yeah. Oh. Net weg. Ik kijk net weg. Zo. Zo. Dat had een grote. Oh nee, Niels. Laat Niels maar. Zo. Niels, naar beneden. Zo, wat een bak mee. Uit die buis ook gewoon, hè? Ja, ik zag hem eraf klappen. Ik niet, want ik kijk naar links. Ik kijk naar die mevrouw. Ja, ik zie een heel dingetje. Spring je, Niels. Waar gaan we ons haken? Wacht, rustig. Ja, hoppa. Wat ziek idee. Nee, kijk dan. Hoppa, jongens. Wat een dikke, joh. Kom maar. Ja, ik ben ready. Nou, ja, jongens. Knappe snoek, links centimeter 85. Wat een bak, jongens. Weer op de Redbirds, het is ongelooflijk. Ja. Nou, gaan we zwemmen. Ik mag nog lekker zwemmen. Ah, joh. Dat is nummer 4. Lekker, man. Hoppa. Ik kan dat niet doen, hoor. Daarop staan, niet bij mijn gewicht. Ah, wel een hele mooie plek voor typische poldersnoep. Oh, ja! Ja, hoor! Kleintje, maar zeker welkom. Hij ligt er net in, hè? Ik doe één slag op. Nee, wat denk je ervan? Helemaal kut! Ja, ik doe een rotjoch is dit. Kijk wat ik. Oh, dat is toch nog best vis hoor. Ah, dikkertje. 60 visje. Nou, gaan we richting 70 denk ik hoor. Oh, mooie vis. Mooie kleur hè deze. Ja. We hebben mijn haak moeten zitten. Oh, maar dat is een beetje flink. Nee, maar niet aan. Oh. Beste. Hop. En laat maar liggen. Hoe is het mogelijk hè? Even serieus, jullie gooien super vaak. Ik ben lekker een broodje aan het eten. Dus ik geef jullie al tijd om dit te doen. Die baas ligt er 2 seconden in. En ze klappen erop. Ik snap er helemaal niks van. Hier, heel netjes in het scharnier. Eindelijk eentje die heel netjes gaat. En hij is al los, hè? Kijk eens. Deze gaan we vermeten. Nou, bloedt wel een beetje. Ja? Ja. Dan gaan we het boven pakken. Staart zit een beetje, zijn lijn zit in. Ja. Nou. Nummer 5 van Kelvin, weer een toch weer 70-80 denk ik hoor. En weer een dikketje. Heerlijk. Nou ja. Weer, jongens, weer. Waar is hij? Huh? Weer op die Red Perch. Het is echt een bizar stuk kunstaas, jongens. Hij doet het echt super goed. Super jongens, allemaal gelijk. Laat me vrij. Vandaar op mijn hengel. Hoppa. Lekker gedaan. Lekker. Hoppa, jongen. Goed, oké. Ja, snoek nummer 5 op dit aasje. Ik heb serieus waar met allemaal verschillende aasjes al gevist vandaag. Maar dit is de enige die vis oplevert. Het is bizar. De jongens die gooien al een paar keer rond die tunnel. Ik gooi mijn aasje erin. Ik geef 1 draai. Misschien 2. En er klapt snoek op. Ik weet het niet. Het heeft echt een enorme aantrekkingskracht. En dit zijn geen verkoopspraatjes, jongens. Dit is echt gewoon... uit eigen ervaring, want dat kan je aan de jongens vragen. Ik zou het gewoon vandaag alleen even testen. Ja, ja. Alleen even testen en 5 snoeken. Vijf snoeken, jongens. 5 snoeken op deze aasjes. Het is bizar. En weet je, ik zei eerder in de video dat het eigenlijk zijn eigen video zou krijgen. Nou, dit is waarschijnlijk zo goed als het gaat worden. Dus, als jullie nu nog de video kijken, perfect nieuws. Er komt ook een winactie. Want ik heb namelijk van Red Perch ook een pakketje gehad om weg te geven. Dat zal ik nu even in beeld laten zien wat het allemaal is. Het zijn een aantal baarsjes, een snoekbaarsje, een paar voren-imitaties. Het zijn prima aasjes. Ik ga het opdelen in 2 pakketjes. En dan ga ik in de reacties 2 winnaars kiezen. Dus als jullie een leuke reactie achterlaten, geabonneerd zijn en een duimpje geven, dan
dan maak je kans op deze leuke aasjes. Net zoals met de 3000 abonnee win special. Dan stuur ik het gewoon naar je op. Dus laat maar weten, jongens. Dan gaan we nu wel lekker verder vissen. Ik heb een tip. Ja? Van een oude maat van mij. Die zegt, als je aasje niet in het water ligt, ga je niks vangen. Nee. Ja, ja. Dat is de Bob Ross van het vissen, hè. Ja! Nee, los! Oh, dat is een grote! Dat is echt een grote! Oh, zo dan! Ja, hij heeft gewoon een Google-bril. Kijk, weet je, iedereen zegt altijd dat ik X-ray heb als ik mijn zonnebril op heb. Ja, dat kan ik wel een beetje zien. Kijk, als je goed kijkt, dan zie je natuurlijk al die matrix-nummertjes rondvliegen. Maar daarmee bereken ik dus waar de volgende snoek ligt. Hij pakte hem wel, ik voel echt een dreun. Mijn camera net niet aan, man. Maar jij wel. Ja, ja, ja. Onder die zak vandaan gewoon, hè. Dat is ongelooflijk dit. Dikke aanwijd, man. Ik stond er echt recht voor. Ja, daar is hij. Hoppakee. Nee, los. Oh, man. Ik deed niks verkeerd, mijn lijn was gewoon strak. Ah, jongen. Volgende, we gaan door. Ik denk dat het best kassaal best. Super veel aasjes hier, hè? Ja, oh, zo. Zag je dat? Het dook ernaast. Niets voor jou. Fuckers, jongen. Ik heb echt serieus waar. Ja, oh, ja, nee! Nee, no way. Fuck. Blijf proberen, man. Ligt er nog veel meer. Ja, vis! Ik heb hem! Oh, nog goeie ook! Oh, dat is een goeie! Oh, wow, dat is echt een goeie, maat. Een hele vieze wond op de zijkant. Mijn kant. Ja, leuk. Yes! Oh, mijn molen, maat. Die is echt wel een stuk groter dan die ik miste. Oké, joh! Oké, leg maar even goed in. Laten we even... Wacht even. Kijk hem maar. Nee. Waar kwam die vandaan dan? Gewoon het midden. Ik zag stofwolken en zo en ik liep in mijn gup en toen één keer uit het niets, jongen. Ja, wacht, yes. 95. Ja, weer? Nee, 96. Wacht, even een beetje checken, mag ik even... Ja, 96. 7, nee, oeh. Kijk, 5, 97. 97 centimeter, Niels. Maak eens een paar goede foto's met je telefoon. Ja, kijk even. Kijk die wond, jongen. Maar vast. Nice, power, power. Die wond! Poseer eens met je vis, maat. Kijk die wond, hé! Ja, ziek. Holy fuck. Kijk dit aan. Lekker, man. Dat is zeker niet de vis die je gemist hebt net. Holy fuck. Schat hem eens. Vingers iets meer naar achter. Even een mooie foto nemen van Niels. Ja, is het waard voor zo'n vis, toch? Oh ja. Stap je het water in. Dikke, dikke vis, maat. Film ik het niet op, man? Ik film dit gewoon met mijn GoPro, maat. Een goede duw geven? Ja, daar gaat hij. Wat een beest, hè? Daar gaat hij. Lekker, Niels. Zo gelukt is dat, ook. Is dat natte? Daar gaat hij.
Is dat natte schoenen waard? Dat is het hartstikke waard. Lekker echt, man. Even nog even revanche. Lekker. Hoppa man, lekker. Oké, okay, gaat een beetje fout. Oké, okay, gaat goed, gaat goed. Nee, je gaat hartstikke fout. Oké, klaar weg. Oké. Nou jongens, hartstikke bedankt voor het kijken. We hebben 6 snoeken op de kant weten te krijgen. We hadden eigenlijk al een intro geschoten, maar... Auto. We hadden richting de auto nog eventjes één plekje proberen. Nou, meteen weer gekkenhuis. Het is echt bizar hoeveel vis we gezien hebben vandaag, jongens. 6 snoeken op de kant, misschien 15 al gemist. Hele coole aanbeten op beeld. En Niels, om het af te sluiten, pakt er gewoon eentje van 97. Echt bizar, jongens. Echt ongekend. Nou, vonden jullie de video leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. We hebben ook nog de winactie in de video. Dus vergeet niet een reactie achter te laten. En vergeet niet te abonneren. Nog wat te zeggen voor de kijkers thuis, Niels? Nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.